Hi, my name is Liz Hathway en dit is mijn astrologisch kijk op deze komende week. Vandaag, maandag, hebben we Mars, die momenteel in heel relaxed, heel chilled out Stier staat. Het is een teken, Stier is een teken die vrij relaxed is, die dus de dingen gewoon aanvaardt zoals ze zijn. Zolang als ik in alles word voorzien, dan hoef ik me nergens over druk te maken. Het is een heel vriendelijk en heel relaxte positie eigenlijk voor Mars. Vandaag Mars is sextiel Neptunus. Dus Mars wordt toch door middel van Neptunus als het ware uitgenodigd om te kijken van wat zijn jouw dromen? Wat wil je eigenlijk neerzetten? Welke fantasie wil jij werkelijkheid laten worden? Want Stier is wel heel aards, dus heel opbouwend, wil graag ook dingen doen, is vaak graag lichamelijk ook actief. En Neptunus heeft te maken met de droom, de fantasie, met later zou ik dit willen zijn of dat willen zijn. En nu komen die twee planeten bij elkaar, dus zeker aan het begin van deze week, tot zeg maar woensdag of donderdag, is het een goed idee om afspraken te maken die als thema hebben jou verder helpen met de droom die je hebt. Wie kan je aanschrijven, met wie kun je in zee gaan, letterlijk met Neptunus in vissen. Dus kijk hoe je je droom verder kan krijgen deze week. En door middel van Neptunus heb je al wat slagkans, want de directe connectie tussen deze twee planeten heeft te maken met dromen in daden omzetten. Iets met je dromen doen. En dit is natuurlijk een heel mooie energie om rondom de nieuwe maan te hebben. Want we hebben de nieuwe maan in Ram dinsdag. Die is ook conjunct nog met Venus. Dus dit is een heel gepassioneerde nieuwe maan. Dus Ram is het eerste teken. Het is vol energie, vol lef en vol lust voor het leven, zeg maar. Het is de lentetijd van het jaar. Dat zien we ook als we buiten lopen, hoe een soort explosie van kleur. Alles komt nu tot bloei en tot begint uit de aarde te komen. Dus dit is de energie die wij hebben met deze nieuwe maan. Schitterend, heel veel passie en heel veel gewoon durven, dingen gewoon doen. Dus kijk waar die conjunctie in jouw horoscoop valt, want dat is een vruchtbaar gebied op dit moment. Hier kun je echt dingen wortels laten schieten. Zeker nu, omdat de heerser van Ram, Mars, in de Stier staat. Dus het gaat nu echt om niet alleen de kiemkracht van Ram, maar de tweede fase. Dat het echt wortels schiet met Mars nu in de Stier. Wat hebben we nog verder deze week? Nou, prachtig. We hebben op woensdag bijvoorbeeld hebben we dus Mercurius, die is momenteel ook in Ram, maar die is driehoek met Saturnus. Dus zeker dinsdag, woensdag, donderdag ook hier kun je, als je de pen pakt of als je je ideeën neer moet zetten of je stem wil laten horen over iets met die driehoek vanuit Saturnus momenteel, kun je goed vormgeven aan je gedachten. Dus echt dingen goed onder woorden brengen. En Saturnus heeft zwaartekracht, heeft gewicht. Dus jouw woorden kunnen nu heel sterk en heel krachtig bij een ander overkomen. Dus je hebt best wel veel vuur ook. Veel vuur hangt in de lucht. Donderdag hebben we dan Jupiter die nu retrograde loopt in weegschaal. Die staat vierkant met Pluto. Dus op donderdag zit er wat meer druk op de ketel. Jupiter, Pluto, die wil ook wat halen. Maar zeker nu met Pluto en steenbok, dat is waar je dus eigenlijk een ander onder druk zet. Dus de ander moet iets doen. En met de nadruk op het woord moet. De vrijheid, blijheid is er af. Dit is, dus je kan te maken hebben natuurlijk in je werkleven met deadlines en een baas die echt nu wat druk op de ketel legt. Of in partnerships of op school. Of in allerlei situaties komt er op donderdag de element van druk. En niet druk die prettig worden ervaren, maar druk die heel sterk de nadruk op het woord moeten legt. Dus dingen moeten gebeuren.
En natuurlijk, als die dingen gebeurd zijn, daar kun je wel profijt van hebben en zo. Maar je moet even door die buis heen, hè, daardoorheen komen. En dat maakt dus dat, zeker tegen dat stukje van de week, donderdag vooral, donderdag vrijdag, dat er wat druk op de ketel zit. Wat ook op vrijdag, donderdagavond, komt de maan in tweeling. Wat is heel mooi, heel communicatief. En op vrijdag gaat dan Mercurius over naar teken stier. Dus Mars krijgt als het ware bijval. Mars is al in stier, nu komt Mercurius erbij. Ook Mercurius in stier is waar Mercurius in Ram een beetje de dingen op de spits drijft. Ram is altijd ongeduldig en wil het liefst alles gisteren klaar hebben. Nu komt met Mercurius in stier, lijkt het alsof er meer ruimte is om dingen te laten bezinken. Een stier moet eerst de gedachten op een rij krijgen. Het is minder een flap uit. Hè? Mercurius in Ram gooit de dingen naar buiten. Mercurius in stier is wel overwogen. Hij moet eerst zelf even denken, hoe werkt dat nou? Hoe zit dat? Even op een rij krijgen. Dus zeker in het weekend is er meer ruimte voor bezinning, meer ruimte voor misschien filosoferen. En dat maakt dus de sfeer in het weekend, zeker met maan in tweeling, heel sociaal. Dus ik denk het weekend, vooral dat wordt een tijd van met anderen samen zijn, met elkaar dingen delen. Maan in tweeling is heel communicatief. Dus ik denk zeker als dit mooie weer aanhoudt, dat er veel gebeurt buiten huis met anderen in het weekend. Heel erg bedankt voor de aandacht en ik sluit nu deze week horoscoop af. Bye!